Hallo Black Legion en welkom bij een nieuwe part van Far Cry 2. We zijn... Hey, wat is jouw probleem? Ben je al dood? Oké, dat dacht ik al. We gaan op weg naar een safe house, want we hadden geen ammo meer en dingen. Het is de volgende dag dat ik dit opneem, dus ik moest even nadenken wat de bedoeling was. We gaan gewoon rechtdoor. We gaan hier naar rechts. Wow! What the fuck? Oh nee, we beginnen gewoon goed. Dan gaan we op weg naar de safe house om daar dus ammo te farmen. En iets wat mij, wat ik las op het internet, ja echt op het internet. Ja ja, het is een magische plek met unicorns en panda's. Maar daarop las ik... Oh, we hebben geen ammo meer. En niks volgens mij ook, wel. Oh jawel, oh wacht, ik heb wel ammo. Hé, hey, blijf van mijn fucking auto af, dank u. Maar daar las ik over Far Cry 2, ten opzichte van Far Cry 1, dat ze je nu in Far Cry 2 de keuze geven met wie je wil spelen, zodat je meer een band opbouwt met je character. Omdat niemand een band had opgebouwd met het character van Far Cry 1. Nou, ik weet niet, ik weet van Far Cry 1 nog steeds dat de character Jack Carver heette. En... ik weet niet eens hoe de fuck ik nu heet in deze game. Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee hoe de wat onze naam is. Ik weet alleen dat we achter de Jackal aan zitten. En daar houdt het mee op. Terwijl ik van Far Cry 1 nog weet dat het Jack Carver heette. Dus volgens mij zijn ze er niet echt in geslaagd om eerlijk te zijn. Ik weet wel dat ik ammo heb en dat ik daar zeer blij mee ben. En dat is heel mooi. Die rocket launcher die gaat onze dood nog betekenen, dat weet ik ook. Want dat ding is echt zo verroest als het maar kan. Maar we gaan even opslaan trouwens. En we gaan naar binnen. Als het goed is zit hier dus een med station. De ammo station zit er dus naast en hier hebben we de med station. Perfect. Het is echt super chill om die buddy missies te doen. Om allerlei dingen voor je safe house te unlocken. En aangezien je echt overal je safe house dingen kunt doen zo'n beetje, is het helemaal chill natuurlijk. We gaan ook even slapen. We gaan tot 4:30 slapen. Puur omdat het kan. En dan gaan we even opslaan ook. Yes, save and continue. We hebben tenminste even goed geslapen na al het gevecht en gedoe in de vorige part. Cool. Ah, onze buddy is terug weer. Wacht, we moeten even tegen de buddy aanpraten, denk ik. Hi. How you doing? Cool? Dat bedoel ik. Buddy is rescue ready, dat is altijd mooi. Dat is altijd positief nieuws. Onze buddy rescue ready is. En we stappen in de auto. En we gaan naar Pala toe. Want... we moeten bij Pala een nieuwe missie krijgen. Dan moet ik alleen even kijken waar de fuck Pala is. Dat is naar rechts toe. Oké, dat is eigenlijk helemaal niet zo ver rijden ook nog. Oké, we zullen ook even die diamant pakken, puur dat kan. Oh, die is die kant op. En misschien moeten we ook een keer... dit gaat nooit goed komen. Oh, wow! Oh, fucking wow. Dat is echt een sneaky plekje trouwens. Maar misschien moeten we ook een keer missies gaan doen... voor de gun dealer. Zodat we extra guns eigenlijk unlocken. Dat zou wel chill zijn. Meer rocket launchers en spul wat we dan allemaal kunnen kopen. En dan gewoon elke keer kunnen ophalen en gebruiken. Dat zou zeer fijn zijn. Dus misschien is dat ook nog een goed idee. We gaan nu in ieder geval naar rechts toe. En dan pakken we als goed is een tweede kaart. Of een andere kaart. En dan zien we Pala ook liggen, dacht ik. Als het goed is tenminste wel. Ja, yep, daar is Pala. We gaan voorbij de cockfights, gewoon rechtdoor en dan zijn we in Pala. Daar moeten we een missie doen. Dus André Andripa, vol gas naar Pala toe. Fuck off met je cockfights, opbokken. Ik weet dat ik rechtdoor moet. Geen paniek, dit is een afleidingsmanoeuvre. Dat werkt er nu toe allemaal nog erg goed.
Gaan we vrouw de auto repairen. Die lui laten ons wel met rust, als goed is die daar staan. En dan ben ik benieuwd of we nog een nieuwe missie... Au. Zat er ook nog iemand naast die boom? Nee, denk ik niet. Maar ik ben benieuwd of we nou ook weer naar de UFL kunnen. Of dat we gewoon met standaard met de PPA. Ik weet niet meer, GPA? RPA? Ik weet niet meer wat die lui zijn. Maar in ieder geval die andere lui. Of we daarmee een missie moeten doen weer. Of dat we nog weer met UFL kunnen. Maar daar komen we snel genoeg achter. We parkeren hem hier mooi bij de picknick ding. Oh ja, moet ook medicijnen hebben trouwens weer. See, find someone who can provide medicine. Dus dat gaan we eigenlijk eerst doen, denk ik. Dat lijkt me een beter plan. Niet dat het eigenlijk uitmaakt ook, maar we kunnen ook beide kanten op zo te zien. Zien we bij beide een uitroepteken. Alleen de resistance missie is een gele missie. En dan hebben we rood voor een gewone story missie. Met blauw natuurlijk de buddy variant. Dus dat is allemaal prima. Ayo. Dat is mooi. We hebben geen medicijn nu. Je moet met een man spreken die ik een half mijl zuid van Makuba Shanti town. Een undertaker. Je vindt zijn plek op je map. Oké. Hij is een goed man. Hij geeft je wat medicijn je nodig hebt, maar je moet zijn gratitude verdienen. Zo is dat met al die lui. Je earn both my gratitude. Helemaal onderin. Oké. Okay. Nou, dan komen we vanzelf al in de buurt, denk ik. En we gaan gewoon weer verder met de UFL, denk ik. Daar hebben we de meeste missies ook voor gedaan. Wauw, op zich allemaal wel goede missies. En ik ben heel benieuwd wat onze buddy meer gaat doen voor ons. Hoi, kom hier, hè. Ja, ik ben er. Come down from Gakumba. Saw you out of luck there, but I heard something. Oké. The APR's got some foreign chap locked up at the lumber camp. The higher ups. APR, that was someone to go break him out, in case you're interested. Yep. Prima. Nog meer info? Nee. Oké, dan gaat zo meteen ons telefoon weer. Ja, komt goed. Dus wij moeten naar lumber camp toe om die duur te redden. Kom voor de bakken. Maar ik ben dus, zoals ik zei, benieuwd wat die buddy voor ons nog kan betekenen. Want we hebben zo'n beetje alles al. We hebben een auto, ammo, meds. Wat kan het nog meer voor ons betekenen? Gunshop in elke safe house? Ik heb geen idee. Ik weet het echt niet. We willen even kijken waar we naartoe moeten. Volgens mij moeten we hier naar links. Nou, maakt het eigenlijk niet uit. We kunnen ook hier langs. En dan naar... Dan naar rechts toe, volgens mij. Nee, oh nee, kut. Oké, okay, nevermind, moeten we omdraaien. We moeten langs Mike's bars een beetje. Hier naar rechts. Zij heeft nog niet eens gebeld, dus ik denk dat er geen buddy versie is van deze missie. Gok ik. Maar waarschijnlijk was het hetzelfde verhaal aan de andere kant. Van ja, er zit iemand in de lumbercamp en redt hem en weet ik veel wat allemaal. Denk ik. Maar daar komen we snel genoeg achter. We gaan lekker op weg. Woehoe! We gaan jumpen zelfs. Daar heb ik lang op zitten te wachten op die jump. En we gaan echt door de jungle heen. Op weg naar de lumbercamp. Daar zijn we bijna. Ik moet nog even natuurlijk een boom meenemen, omdat dat erbij hoort. Het is vaste traditie zo'n beetje om een boom mee te nemen. Ik dank u, daar zat ik op te wachten. Als dat boompje even weg wil gaan. Kan ik tenminste iedereen killen op dat lumbercampje? Oké, okay, we rijden nog iets verder naar voren. De auto rijdt heel iets door.
Oeh, er komt iemand aan met een auto. Dat is leuk. Er kwam iemand aan met een auto. Ga jij in die gunner zitten? Oh nee, je durft niet in de gunner zitten gaan, zitten volgens mij. Oh fuck. Hij heeft mij die flare gun reinforcements gecallt. Dat is minder mooi. Please ontplof auto. Ik mis mijn vrachtwagentje. Eigenlijk. Dat fixt het wel, denk ik. Even reloaden voor het geval dat. Hallo. Oh, ga je weg rennen? Oh, deze pistool is ook zo roestig als het maar kan. Echt niet te geloven hoe fucking roestig dit ding is. Het is net alsof je een stuk roest vast hebt gewoon. Mag ik daar langs? Ik mag er niet eens tussendoor. We pakken even zijn pistool. Waarom? Omdat zijn pistool waarschijnlijk net iets beter is dan die van ons. Niet heel veel. Maar iets. Zou je ook nog een... Nee, wauw, niet eens. Ja, misschien is hier nog een diamantje, maar nee. Oké, we gaan naar binnen. Ah, we moeten echt gewoon weer redden ook. Dat is de vorige keer. Dus dan krijgen we weer een nieuwe buddy. Jee, we krijgen een nieuwe buddy. Ja, ja, ik hoor jou. De eerste keer ook wel. Ah, en dan kunnen we weer opslaan. Ik snap niet waarom al die dingen erin zitten eigenlijk. Maar volgens mij hebben ze dat toen later geadd. Er ligt nog iets van bij. Dat dit er in het begin niet was ofzo. En dat ze toen daarna save game hebben geadd. Want je hebt elke keer hier die dingen. Maar heel veel mensen hebben er echt verdrietig van. En volgens mij was het daarom toen. Ja, dit is sowieso nieuw nu. Ja, yeah, we hebben een nieuwe buddy! Hey buddy! Mijn naam is Karbani Singh. Dank je voor het me uit. Ik ben je dead. Een van die dudes die we konden kiezen. Dus we hebben een nieuwe buddy. Wat kan die nieuwe buddy ons brengen dan? Daar ben ik dan wel weer benieuwd naar. Wat kan die nieuwe buddy ons brengen wat die Michelle niet kon? Maar die Michelle, die leeft ook gewoon nog. Die heb ik gered. Maar... Kijk, die leeft nog. Maar ja, ik weet niet. En Marty Allencar, die leeft ook nog. En dat is onze buddy die ons redt als het nodig is. Even kijken. Lumber, we moeten echt een pok eind rijden. Willen wij daar naartoe gaan? En daar willen wij naartoe, want we moeten medicijnen hebben. Als wij geen medicijnen hebben, zijn we de lul. Dus we gaan hier door de bossen heen. Dus tussen dat weggetje, of tussen die bergen door, zeg maar, dat kleine weggetje. En dan zijn we in ieder geval wat dichterbij. Dan gaan we even de medicijnen halen. En dan gaan we met de bus wel weer terug. Ik denk dat dat een goede planning is. Maar we moeten naar Mike's Bar toe trouwens. Dat is hier ook alweer dichtbij, maar... Oh, vrachtwagen, vrachtwagen, vrachtwagen! Oké, die jongen is dood. Staff. Dank u. Oh, jij leeft nog. Oké, nou ben je wel dood. Yes, vrachtwagen. Ik heb haar teruggevonden. En een kistje met diamantjes erbij. En ik hoor een auto hierheen komen rijden. En die is dood. Oh, die vrachtwagen heeft echt zo'n chille gun, hè. Ik hou echt van die vrachtwagen. Meer om de gun eigenlijk dan om de vrachtwagen zelf, hoor. Eerlijk is eerlijk, maar... Ik weet niet, hij is gewoon zo fucking chill qua gun. Dan toch, op zijn minst. Ah, we hebben hier nog een outpost, die we ook nog even kunnen liberaten. Er moet geen probleem zijn met het lieve vrachtwagentje. Dit komt ook helemaal goed. Blub, blub.
Iedereen al dood? Volgens mij nog niet echt. Nee, nee, nee. Oké, we moeten even onze arm fixen. Sneller! Oh, fuck! Oké, onze buddy komt ons wel redden. Oh, fucking hell, jongen. De hele tijd was er niemand die op ons schoot aan de voorkant van ons vrachtwagentje. Dus ik denk, ik kan me daar healen en toen schoot er wel iemand op ons. Dat is echt een oneerlijk game, dat is niet lief. Dat is echt niet lief. Maar onze buddy heeft ons gered, dus dat is goed. Dan moeten we zo meteen alleen nog even de outpost discoveren. Maar wat ik nog steeds kut vind en altijd kut heb gevonden in deze outpost, en ik heb het al een keer eerder gezegd ook, is dat als je ze hebt gediscovered, zeg maar, of wat dan ook, dan vervolgens moet je toch alsnog, kom je ze elke keer tegen, zeg maar. Dat is gewoon fucked up. Dat vind ik echt lelijk. En dat vind ik ook niet echt, ook niet echt chill. Als je een outpost hebt en je hebt al die layout gemoord, dan moet die outpost klaar zijn. Dan heeft het een voordeel ook om die outpost te scouten. Het enige voordeel wat je nu hebt, is dat je weet wat er is bij die guardpost, of outpost, of hoe je het wil noemen. Dat is het enige voordeel wat je nu hebt. Je weet van, oh, daar liggen meds, daar is ammo. Maar ja, wat zal maar dat een zorg zijn aan de ene kant. Wat er ligt. Oké, okay, we moeten gewoon deze weg blijven volgen en dan komt alles goed. Ik weet dat ik net een diamant voorbij ben gereden. Maar ik had geen zin in zoeken. Fox zoeken. We gaan ook even de speed turbo modus aanzetten. En daarna dus met de bus naar Pala toe. Oeh, dit is echt een mooi ravijn weggetje. Als ik het zo bekijk. Maar iets wat ik ook zie is dat wij voor mij een pokkeind om moeten rijden. We moeten echt een eind omrijden van hier te Tokio, voor mij om er bovenop te komen. Of we kunnen hier van tussendoor, hoop ik. Oh god. Please, vrachtwagentje, klim. Oh. Dat leek niet echt een klimmen, vrachtwagentje. Klim? Ik denk niet dat het een dat wordt. Oh fuck. Nee, dat wordt hem niet. Moet daar gewoon omrijden. Dat is echt lelijk eigenlijk. Waar moeten wij helemaal zo ver omrijden? Oké, in de tijd dat ik nou allemaal aan het verkloten ben om bovenop te komen, hadden we misschien al lang om kunnen rijden, maar ik wil bovenop komen. Oké, wie zit er op mij te schieten? En nou niet meer thuisgeven, hè? Zo mooi is dat. Eerst kaart op mijn schieten en dan... Oh ja, auto repair. Repair het vrachtwagentje. Please. We moeten er eerst in, denk ik. En hem heel iets naar achteren rijden. En dan zouden we hem nu moeten kunnen fixen. Yep, mooi. Maar we moeten hier toch makkelijk bovenop kunnen, helemaal met een vrachtwagentje. Maar de game wil het gewoon niet hebben, het is echt gewoon geblokt voor een groot deel. Daarom gaan we naar achteruit, zodat dat helpt.
En nou wel weer schieten, hè, die dude daar. Ik weet niet eens wie. Zo gauw als wij in die vrachtwagen zitten worden wij beschoten. Zo gauw als we in de gunner seat zitten, dan doet hij niks. Dat is echt gewoon super lame game. Oké, fuck dat, we rijden wel om. Want nou zijn we echt... We zijn al fucking 5 minuten bezig. Oh, jullie waren dat waarschijnlijk. Staaf. Maar we zijn nu al 5 minuten bezig met iets wat... Als we om hadden gereden, waren we er al geweest, zeg maar. Bambi. Dus dat is een beetje dom. Van ons natuurlijk. Wow, oké, daar ging opeens... What the fuck zit in ons? Dat ziet er ook verre van positief uit. Oh. Komt die druk nog aan? Nee, die geeft het op. Oké. Okay. Nou, varen met deze boot. Vrachtwagen. Oh, wat we allemaal al wel niet doen voor fucking medicijnen. Maar ja, we moeten wel, want anders gaan we dood door malaria. Dus ja. Laat ik even opgeslaan, dat is een hele goeie. Voordat we alles overnieuw moesten doen, dan was ik echt heel hard gaan halen. Doei! Oh, ze komen achter ons aan. Dit was gezellig. Zeker weten dat je dit wil doen. Kom hier jongen, waar sta jij dan? Hé, hey, die auto is ook bungee doen. Is onze vrachtwagen nog heel? Rookt die? Ja, die rookt. Ik kan zeggen, als die nu nog heel is, dan is het echt een soort mini-tankje. Maar valt mee, valt mee. Het is nog niet zo'n mini-tankje als het lijkt. Het valt tegen eigenlijk dan, maar... Ja, yes, ze zijn er bijna! Yeah! Bij de medicijnen. Heeft ook wel even zijn tijd genomen, fucking hell, maar... We zijn er. Nou, dan hoeven we alleen wat lui te killen die ervoor zijn over het algemeen. Gauw ze die lui hebben gekild, dan kunnen we naar binnen. Veilig en vrolijk en zo. Hallo. Hoi. Fertig. Die buggy fixen we straks wel even. Hallo, meneer de begrafenisondernemer. Hallo. Ja. Dank u voor wat extra pilletjes. Zeer fijn. Doei. Until next time. Nou zit ik alleen, gaan we met de buggy? Of gaan we met de vrachtwagen? Op zich, de vrachtwagen is chiller. Omdat we die gun hebben. En dat is ook echt het enige. En dat heb ik nu ook al 5 keer gezegd waarschijnlijk. Maar, ik weet niet. Maar we gingen sowieso op weg naar de bus trouwens, dat heb ik ook al gezegd. We gaan helemaal naar rechts toe naar het busstation om dan vervolgens naar Pala te teleporten, fast travel, hoe je het wil noemen. Ik heb geen zin om het hele pokkeneind te gaan rijden. Vandaar dat we naar de bush gaan, jawel de bush. Bushy komt zo, bushy komt zo. Getting closer? Are you serious? Oh wow, jou kan ik niet hitten omdat jij gewoon in de dingen zit. Wat lief van jou. Staaf! Dank u. Oh, for fuck's sake. Kan ik ook alsjeblieft gewoon met rust gelaten worden? Dank u. Oh god, er komt er nog een aan. Please crash niet in die andere, dan word ik gesandwiched.
Oh my fucking god. Echt overal geluiden en dingen, dat komt niet goed hier volgens mij. Het lijkt er toch op van niet. Aan de kant. Er is niemand meer, maar dan ben je uit aan de kant. We zijn bijna bij het busstation, god fucking dank. Woep woep. Ah, for fuck's sake. Ik kan nog niet eens fatsoenlijk met de bus. Onder een lastige gevallen zou worden. Dank u. Alright, waar is Pala? Hier is de bus naar Pala. Yes, I want you to travel. Wat ik inhoud dat we verder gaan in de volgende part. Ik hoop dat je het nog heel leuk vindt. Als je het leuk vindt, geef een dikke thumbs up, deel het met je vrienden en zet hem even favorieten. En zie ik je weer in de volgende video. Laters.